zitten. Nee. Zeist, dat is zuid van mij. Ja. Zuid-Utrecht? Ja. Zuid-Zuidoost? Zuid-Zuidoost. Waar zit die knaap aan, van Utrecht? Nee, Zeist. Zeist. Ah, ik heb hem hier op 13 wel eens gezien. Hoor. Ook zonder condities trouwens. Ja. Ja? Nou, weet ik niet. Even kijken, wat heb ik erop staan? Nee, ik heb... Nee, camera heb ik erop staan. Nee, niet zo. Een hoofd. Ja, ik heb het even. Ja, moet ik even zeggen. Ja. Ik ben Belton. Ja, oké. Okay. Gewoon camera met beeld. Mijn kop zou je moeten zien. Nou, dat is schrik hoor. En dat is schrik, hè? Maar. Ja, het betekent wel, ja. Je zou mijn hoofd moeten zien op 23. Dat is hem. Daar komt hij. Ja? Ja. Ja, ik zie hem maar. Het is niet zo hard, maar. Dit is hem. Ah, ja. Welke frequentie? Hey, zeg maar even dat hij te zien is. Precies. Maar hij draagt dit plein. Ja, wij zien jou nou. Net was het zagen weer. Ja. Nu is het weer weg, hè? Ja, dan komt hij weer. Ja, nu was het weg. Ja, dit is dit wordt beter. Harder. Wordt het weer minder. Stukje terug. Ja, dit is maximaal. Dit is maximaal. Terug. Ietsje terug nog. Ietsje terug. Zo ja, nou dat wordt niet echt hard. Kun jij ook nog draaien of niet? Dit? Ja, nee. Het wordt niet beter. Anders wel weer, maar uitrichten op dit. Nee. Het was via het relay in Emmen beter. Zeker condities over het IJsselmeer. Nou, hij ziet mij voor geen meter natuurlijk. Ik zit veel te laag. Eens kijken of het anders is. Ik zie het wel aan. Dit is heel harder. Nou, helaas. We zien het heel. Het is net B1 of zo, B2. We zien je zitten, maar het is niet hard. Eigenlijk zien we die zitten. We zien het eigenlijk, nee, het is even te zacht. Ja, ik zie jou niet. Je moet het poes op het beeld houden, maar dat geloof ik niet. Dat is het 12, 46. Poes in het beeld? Oh, graag. Ja. Op 12,60. Helemaal niks. Maar ik denk dat je antenne goed uitgericht hebt, of wel? Want als het goed is, sta ik 320 graden naar jullie. Dat klopt veel beter. Dus dan zou jij er tegenover moeten staan. Plus minus 10 links en rechts. Ja, 320. Dan sta ik op een... 120. Ik kan er wel uitrichten vanaf 2 meter als je dat beter kan. Nee, ik denk gewoon dat het niet binnenkomt. Dat ik geen antennehoogte genoeg heb gewoon. Als ik zo zie hoe het belt in... Op 13 is. Maar in ieder geval. Het wordt niet beter. Het blijft erg ruis en nu synchroniseert het niet meer. Ja, ik denk niet dat het lukt op 13 of op 23 mei zien. Goed. Dank voor het keuze. Goedemiddag. Ja, precies. Tot je zoiets. Ik ook niet. Nee, maar dat zal te maken hebben met de condities richting oost, denk ik, of zo. Ja, die kant is een beetje beroerd op te maken. Haling krijg ik ook niet over, met geen 100.000 stokslag. En als ik hem richting zuid zet, dan spreek ik zo met ONATV, de jachtverbreking die frequentie af te maken. Dat is toch 200 kilometer hier vandaan. Ja, en de helft. Ja. 100. Ja, inderdaad, maar ja, er komt een ventje weer door je belt heen. Wat doe je dat mee? Met wat voor computer? De enige echte, een Amigaatje. Ja, precies. Die heb ik ook. Maar een 1200 of een 500? 4040. Ja, goed. Maar dat draait dus in de waarschijnlijk op operating systeem 2.0.
Want ik heb zelf nog maar 1.3 erin zitten, dus ik denk niet dat het draaien wil bij mij. Want ik vind het wel grappig. Ja, het draait ook op een 500 hoor. Ik heb ook op een 2000 gedraaid. Oh. Er zit één maar aan. Je moet een beetje veel geheugen hebben. Want dat plaatje wat in de ronde draait, dat kost nog wel wat, wat memory, hè? Memory? Ja, momenteel gaat het. Momenteel het gaat goed hoor. En met die 4040 gaat het helemaal goed. Dus ik denk nog een hele hoop andere dingen doen. En ik heb nog 20 MB werkgeheugen over. Dus ik nou nog over, want hij draait nu 4. Nee, hij draait nog een 1. Dat is die knapen. Hij draaide vroeger 4 dagen, dus nou niet meer. Hij draait nou gewoon op zijn werkgeheugen. Die gaan ze toch moeilijk binnen met 40 watt. Er brengt er geen lokje tussen. Kijk ook nog iets bij. Ja, oké, dat heb ik hier ook, de Genlock. Tijdens dat programma heb ik niet. Ik heb 3 megabyte interne geheugen. Dat is toch misschien wel genoeg, of niet? Ja, welk programma heb je niet? Dat maakt het zelf. Oh, die spruitjes? Nou, ik heb dat. Ik heb alleen dat Scala 500, zeg maar. Dus ik weet niet hoe je dat gemaakt hebt hoor, dat, met een tekenprogramma of zo. Ja, DigiPaint. Elke keer een plaatje. Hey, nou, hey. Wist je hoor. Vries je elke keer een zo'n plaatje, dan laat je hem dit zijn. Een plaatje, good evening. Good evening. Good evening, dag. Dag, Diana. Dan draait hij in de rond, dus dan pak je elke keer een plaatje. Dat is goed, kijk, zit er nog een eentje in. Er staat één plaatje tijdelijk bij. Alleen aan de ene kant staat P1 KTO en aan de andere kant staat jullie het Oscar 22 Papa Charlie. En dat is wel geinig ervan. Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat is wel leuk. Het is zeker wel leuk. Maar we gaan weer even verder kijken, joh. Ja, als je het goed vindt, gaan we nog even kijken. Want we zagen net ook nog iemand in Duitsland. Een DB8. Wat was het nou? Nog wat. DL3B. En dan gaan we nog even proberen of dat werkt. DL3B. Maar inderdaad, het is wel grappig. Ik zal het inderdaad ook eens maken. Zo met zo'n dat moet wel lukken. Inderdaad, gewoon een tekenprogrammetje. Goed, bedankt eventjes voor de verbinding. Misschien dat het de volgende keer ook lukt van deze kant daarheen. Hè? Ja, heel leuk. Ook wel kijken hoor. Ik kan zo zien dat. Ja. Ben jij nog niet ontvangen, Fred? Andere? Kijk, je hebt 1266. Dat is het thuis. Ik heb het met de contest lopen. Oké. Groetjes van deze kant, kom jullie tegen. En we gaan de groetjes. Simbo, wat 1260. Ik weet niet of jullie dat zijn. Draaien. Okay. Dat is ook het probleem. Ja, ik ook niet. Maar deze kant gaat het waarschijnlijk toch moeilijker op. Hey, succes, misschien kom je daar overheen. Wij gaan nog even verder kijken. Hey, bedankt hè, voor de verbinding. Hoi hoi. Nou, zo de raad. Kijk eens. Nou, kijk hem mee. Oh, hij doet het zelf al. Nou, hij heeft. Dan moet ik Alex maar weer eens aan het werk zetten. Hé, Rob? Dan gaan we toch zelf niet zitten maken in zo'n tekenprogramma? Kom nou, dat moet gekopieerd worden. Ik kan totaal niks ontvangen. Ja, kunnen we wat eens proberen? Ik denk dat jij meer succes hebt als ik, Fred, met je antenne daar. Dat is een LMB omhaal. Ja, kijk of je het. Ja, ik ben een aantal te kijken op dit hier. Nee, maar ze kun jij hem ontvangen? Ja, dat is hard, hè? Die kon ik richting je best nog uitschrijven zien. Hallo, Valken. Ja, ik wil je wel leuk maken. Zie je het niet? Wie staat er nou daar in de lucht? EGTERT. Valken. Valken. Ik
dikke storing al in overheen. Ja. Kijk hoor, gaan we die ook bij zitten. Daar had een stand opgemaakt. Daar is alles op een teflon. Man kan, also, ik maak gelijk maar een op. Ach zo. Ja, die Volker die mag dat wel, ja. Even kijken wat die doet. Hij verkoopt dan. Ja, alles drauf, ik zeig dir mal een. Ik zeig dir mal een. Ja, ik mag het niet proberen. Ik zal even kijken, sorry. Hij heeft al die LMB's in de verkoop, jongens, lukken ze dat er niet? Wacht maar, voor we daarin gaan. Umschalter, LNC's. Ach zo, ja. Ja. Die dampen op de verkoop. Ja, voor stuk 4 mark kauft man sowas, ne? Die gaan we door, hè? Hey, wat is het? Je hoort hem denk ik in voetbal. Kelsen die kiepte. Jongen, dat ding was schön. Den moest hij aber met een dozenöffner aufmachen. Dat is goed. Leuke haperschil. Ging niet anders, der war zu genietet. Pas precies, hè? Der had zo'n blechmantel außen. Dat is zo'n blikopener heeft hem opgemaakt. Klientechniek. 1095. Ik heb het ook bij Zoef gezien. War hier unten zugedrückt mit einer Maschine. Und damit war der nur mit dem Dosenöffner wieder zu öffnen. Wij noemen ze iets gefels. Ja. Maar wat is hier nou te doen? Wij zijn het ombouwen. Dat is iets. Volgens mij is hij bezig met een openbare verkoop of zo. Ja, al die LMB'tjes aan. Da, aber von der Rückseite, der Oszillator ist... Nein, da ist nicht der Oszillator. Da ist der Hohlleiter. Da ist der Hohlleiter hier. Ups. So, das ist auf dieser Seite. Ich nehme mal die Abdeckung ab, dann kannst du es sehen. Da ist der Oszillator. Da sind die drei Verstärkerstufen wieder. Das ist also super dran zu arbeiten. Aber so klein und so fein und sauber habe ich noch nie so ein Ding im Aufbau gesehen. Ja, aber weit gefehlt. Weit gefehlt. Weil so, ich sag mal, zwei Dutzend offene habe ich mittlerweile jetzt auch gesehen. Ja. Das ist auch keine Teflonplatine, das ist eine Keramikscheibe. Und da ist der kleine Oszillator hier. Der dritte Mal sagt er das, ja. Nein, also das Ding könnte man... ich sag mal schwer umbauen. Schwer umbauen. Weil ich wüsste nicht, wie den. Du müsstest also mit deinem Bügeleisen wahrscheinlich auflöhnen. Sonst. Also, das. So, den tue ich mal eben an der Seite. Die meinst du nicht? Das ist der längere. Dat is die hetzelfde als ik, hè? Ik het, ja. Lijkt wel op, hè? Die gibt es auch noch mal in kürzer, hè? Hashbrown? Ja. Die kürzer heb ik ook. Die is dreilagig en die is schwer umzubauen. Ja, wordt het gelijk, hè? Ja. Van de Haus gebouwd. Ja. Heb je daar nog een moois? Zo, en jetzt willen we een. Ja, jetzt suchen we maar een aus. Moment. En den opereren we maar. Opereren we maar. Er zit een cursus LMB's ombouwen op. Ja, ik denk het, ja. Genau. Ik denk het ook, hè. Aus. Ausfälle, Movistur. Nee, ik sta aan de andere kant. Ik sta nu richting Duitsland dus. Nee, nog niet. Je zit even te kijken. Ik zit even te kijken. Hij bereist ik wel die kant verder op. Is dit zo'n Amstradje erop? Ja, hè? Ja. Volgens mij een oude Northern Telecom. Oh. Er zit meteen een... Is dat nou voor een offsetschotel of voor een... Ja, een offset. Ja, een helik offset. Ja, ja. Ja.
makkelijk. Plop, 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 kan al het water uitlopen. De zijn erop. Precies. Zien we deze dingen altijd in de joop drinken? Kunnen we al die dingen ombouwen voor 10 gingen? Ja, dat dingen zijn. Ja, deze is ook heel, volgens mij is daar ook heel wat gaande. Dus daarom wou ik eigenlijk ook een vangetje van neerzetten. Dat is leuk misschien. Ik wou daar vandaag nog even doen, maar ja. Ik heb een schotje al binnen. Ongelooflijk dat dit zo hard is, want de rest zie ik helemaal niets meer. Dat is helemaal niets meer. Gaat hij naar de inbesluiters? Dit staat op NT. Was wie die oscillator hier ein? Ik wil de oscillator afstellen. Wie een 6er impulsschlüssel. 6 mm. 6 mm inbus. Dan gaat het toch maar verder uit elkaar halen. Daar heb ik 3 stuk van daar. Oh jee, wordt zwakker. Hij heeft 3 stuk, ja. Hij gaat verhuizen. Ja, daar is hij wel. Thank you.